Herman Kistermaker. Herman, wat is uw functie hier? Ik ben voorzitter van Stichting Brandweermuseum Borculo. Nou, zijn we hier in het Brandweermuseum, behoorlijk groot. Brandweermuseum, dat is behoorlijk groot. Wij zijn qua collectie het grootste van Nederland. Hoe lang bestaat Brandweer Borculo? Brandweermuseum Borculo die viert 2020 het 50-jarig bestaan van de Stichting Brandweermuseum Borculo. Maar ja, daarvoor, want dan krijg ik met oude Borculo'ers al een beetje heibel, want die zeggen van het Brandweermuseum bestaat veel langer. Dat klopt, maar de stichting is opgericht 22 januari 1970. En wat is de opzet van de Brandweermuseum? De opzet is het verzamelen en tentoonstellen van allerlei attributen, wagens, wat van doen heeft gehad met brandbestrijding. En wanneer zijn jullie open? Wij zijn het hele jaar open en dan dagelijks en dan alleen met december en januari, dan zijn we dicht met uitzondering van de kerstvakantie. Dan zijn we bezig met de voorbereiding van het jubileum van de Brandweermuseum. Wanneer kunnen we dat bezichtigen of wanneer zijn we welkom? Dat start 1 februari 2020, dan starten we. Dan gaan we een foto onthullen van de echte oprichters van het Brandweermuseum. Dat heeft me veel speurwerk gekost, maar ik ben erachter gekomen. En wat kunnen mensen verwachten? Wat ze kunnen verwachten, dat is 7 maart, dan hebben we de dag van de geschiedenis van de brandweer. Die wordt gehouden in de Joriskerk hier vlakbij. En daar is de dagvoorzitter, is Koos Kajon. Zou bij de brandweerwagen Stoffel, wat kun je daarover vertellen? Wat schijnt bijzonder te zijn? Ja, Stoffel, dat is heel bijzonder. Stoffel is een kommer takelwagen. Die komt van oorsprong uit Utrecht. En de brandweer in Utrecht die had vroeger de taak om gestrande auto's onmiddellijk van de snelweg te halen. Nou draait de museum of zakenkop vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Wij hebben 70, 80 vrijwilligers. Maar dan reken ik ook even mee de vrijwillige brandweer. Want als je lid wordt van een vrijwillige brandweer Borculo, dan heb je 1 plicht. En dat is in de weekenden, dan zijn we ook open om kaartjes te verkopen voor het Brandweermuseum. Ja. Waar kunnen de mensen de informatie weghalen? De informatie van de festiviteiten die we hebben, dat staat allemaal op de site www.brandweermuseumborculo.nl. Er staat alles op. En er zijn prachtige activiteiten bij. Onder andere Lego, Incidenten City hebben we tegen die tijd. We hebben spelletjes voor de klassen van de lagere school, de hoogste klasse van de lagere school Borculo. We doen mee aan de septemberfeestoptocht en dan is er nog de Zompendag doen we mee. Dan proberen we 100 oldtimers naar Borculo te halen. Dus, en dan hebben we nog een afsluitende feestavond met alle vrijwilligers. Dus een geweldig programma. Kunnen jullie ook grote groepen rondleiden? Is dat mogelijk? Wij hebben ook rondleiders en de groepen, 15, 20 man. Meer moet je niet hebben, want dan hou je ze niet allemaal bij elkaar. Dan haken er wat af. Maar moeten de mensen die met een groep, zeg maar, een school of een klas, moeten die zich voor een tijd aanmelden bij jou? Ja, dat is altijd beter. Alle groepen aanmelden en dat doen we allemaal via toeristische informatie Borculo. Die zitten voor een schappelijke prijs hier in het museum. En dan kunnen door de week verkopen zij de kaartjes. En daar zijn we heel blij mee. We hebben een hele bijzondere goede samenwerking mee.